Ik ben Michel Porro en ik ben co-auteur van de Klimaatalmanak. Omdat ik denk dat klimaatverandering op dit moment het, de grootste uitdaging is waar we voor staan als uh, mensheid. En dat er ongelooflijk veel informatie en uh, ook desinformatie is. En ik denk dat we uh, met z'n allen uh, een veel beter inzicht moeten krijgen over de feiten van waar we nu, uh, waar we nu zijn met het klimaat. In oktober vorig jaar uh, kreeg ik een uh, uitnodiging via Seth Godin's blog om mee te helpen schrijven aan een uh, boek over de oorzaken van klimaatverandering en uh, waar we naartoe gaan en wat we nog kunnen doen. Dat heb ik uh, uh, aangegrepen en ik heb een aantal artikelen geschreven samen met, uh, niet alleen, samen met 300 vrijwilligers van over de hele wereld. Toen dat af was toen heb ik, uh, uh, ben ik gevraagd om uh, uh, mee te helpen met het factchecken samen met twee, twee professionele uh, feitencheckers. want het moet wel kloppen. Allemaal. Nou, dat heeft geresulteerd in het schrijven van de klimaatalmanak. De vertaling daarvan was vrij snel klaar. En ja, dat is, daar ben ik nu het grootste deel van de tijd mee bezig... om het boek te helpen promoten en onder de aandacht te brengen. Het boek is geschreven om uh, mensen... Feiten te geven om met elkaar in gesprek te kunnen gaan over klimaatverandering. Het is geschreven ook door vrijwilligers van over de hele wereld die zich zorgen maakten, maar niet goed wisten wat ze konden doen aan klimaatverandering. En het beoogt om een, het systeem te veranderen waardoor klimaatverandering uh, uh, wordt veroorzaakt. Een systemische verandering, een beweging dus, meer dan een boek.